De film gaat over Louise, dat is een schoenenverkoopster en ik speel Louise. En zij heeft altijd al graag schrijfster willen worden, maar ze kan totaal niet schrijven. En dan is er een uitgeverij van Brakel dat eigenlijk een heel goed boek heeft liggen van een schrijver dat eigenlijk een beetje mensenschuw is. En Louise kwam dan haar slechte boek voorstellen en dan dachten ze ineens van oh, we gaan wij Louise de schrijfster maken van dat goede boek, Verborgen Verlangen. En dat wordt dan een heel groot succes. Maar dan Herman, die dat wat mensenschuw is, bedenkt zich dan en probeert uit een deal te stappen. Ik dacht van oh, eigenlijk, dat is een mooi verhaal, dat zie ik mezelf wel doen. En ik voelde mij er wel direct aan geconnecteerd en ik kon mij echt wel heel goed inleven in die character. En ik had mij nooit niet kunnen inbeelden dat ik mij zou echt kunnen inleven in een ander character. En ik ben dat nu echt wel aan het doen. Dus s'avonds als ik in mijn bed lig, dan denk ik eraan. En dan, ja, je ziet dat zo allemaal al in mijn hoofd. Dus ja, dat is wel leuk zo. Even een heel ander avontuur. Verborgen Verlangen is eigenlijk een feel-good movie. Het is echt zo'n film waar dat je ja, gelukkig van wordt, waar dat je positief van wordt. En er is wel ook een beetje drama in, maar het is vooral lachen en happy zijn. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.